Hi, ik ben Jasper en zoals de meeste van jullie weten hebben Apple's nieuwste modellen van de MacBook Pro een mooie touchbar. Mocht je nou nog niet weten wat een touchbar is een glazen aanraakgevoelige balk die bovenaan het toetsenbord is geplaatst. En daarmee de fysieke functieknoppen vervangt die je op eerdere modellen van de MacBook Pro al gewend was. De touchbar is al een tijdje uit, dus ik heb genoeg tijd gehad om even goed te testen. En in deze video geef ik jullie 10 functionaliteiten waarom ik niet meer zonder kan. Aan de rechterkant van de touchbar zit een vingerafdrukscanner, de zogeheten Touch ID. Hiermee kan je heel gemakkelijk je MacBook ontgrendelen en hoef je niet iedere keer je wachtwoord in te voeren. Dat de touchbar de fysieke knoppen vervangt op de eerdere modellen van de MacBook Pro, wil niet zeggen dat deze functies niet meer beschikbaar zijn. Hier aan de rechterzijde van de touchbar zit namelijk de control strip. Hierdoor heb je snel toegang tot het aanpassen van de verlichting en het geluid. In Safari kan je met de touchbar heel makkelijk door je openstaande tabbladen heen scrollen, door je vinger over de touchbar heen te bewegen. Je ziet zelfs miniaturen van de tabbladen die je open hebt staan. Hierdoor kan je heel gemakkelijk wisselen en het gaat ook een stuk sneller. Met de touchbar kan je heel eenvoudig door je fotobibliotheek heen scrollen. Je kan ook je foto's bewerken met behulp van de touchbar. Je kan bijvoorbeeld je foto's roteren, je kan ze bijsnijden of je kan er een filter aan toevoegen. Je hoeft je iPhone niet meer aan te raken om telefoongesprekken te voeren. Deze komen namelijk ook op je Mac binnen en dat is te zien via de touchbar. Via de touchbar kan je je telefoongesprekken aannemen of wegdrukken. Hey Jappie. Hey Apple. Ben je een mail aan het versturen, dan geeft de touchbar je allerlei opties om de tekst van je mail op te maken. Zo voeg je heel snel bijvoorbeeld een emoticon toe. Is je mail klaar om verzonden te worden, dan hoef je alleen maar op de touchbar te drukken. Hou je nou net als ik van YouTube filmpjes kijken, dan ga je deze functie al helemaal tof vinden. Je kan namelijk met de touchbar door YouTube filmpjes heen scrollen. Als je meerdere video's of muziekdiensten tegelijkertijd aan het afspelen bent, dan kan je het met de touchbar gemakkelijk daartussen wisselen. In het programma Kaarten van Apple kan je op zoek gaan naar plaatsen bij jou in de buurt. Op basis van je locatie kan je op zoek gaan naar plekken om te eten, te drinken, te shoppen of voor vrije tijdsbesteding. De touchbar werkt niet alleen met programma's van Apple zelf. Ook programma's van andere fabrikanten die werken met de touchbar. Zo kun je bijvoorbeeld een spelletje met de touchbar spelen, ideaal om even te ontspannen. De touchbar kan je per programma naar je eigen wens aanpassen. Selecteer pas touchbar aan en je kan vervolgens simpelweg de gewenste functies naar de touchbar toeslepen. Hier kan je dus je functies neerzetten die je vaakst gebruikt. Ik heb bijvoorbeeld mijn Siri-knop vervangen voor een vergrendelknop. En dan heb ik nog een hele toffe bonus toepassing. Je kan namelijk met de touchbar muziek maken. Zo kan je dus bijvoorbeeld piano spelen. Ik vind de touchbar een hele vette toevoeging aan de MacBook Pro. Het heeft me echt geholpen in de afgelopen maanden met de verschillende programma's. Heb jij nog vragen over de touchbar? Laat ze hieronder weten. Vond je dit een vette video? Geef dan een duimpje. En abonneer op ons kanaal, want de volgende video wil je echt niet missen. Doei! Hoi!